en het idee hebben dat ze niet helemaal kunnen zijn wie ze eigenlijk zijn, dat jullie daarmee eigenlijk de knipoog gaan geven en daarmee zeggen, het maakt mij niet uit, alles is goed, word lekker verliefd. Het is vandaag Paarse Vrijdag. Op deze dag tonen scholieren en studenten hun solidariteit voor LHBTI-plussers door het dragen van de kleur paars op school. Op het Vlietland College werd Paarse Vrijdag groots gevierd. Zo was de hele school paars versierd. Was er een wedstrijd tussen de klassen wie het meeste paars droeg, en kwam schrijver Splinter Chabot langs. Volgens de leerlingen van het Vlietland zelf is het namelijk belangrijk dat er veel aandacht naar wordt gegeven. Betekent het, nou, voor mij betekent het eigenlijk dat je gewoon kan zijn wie je bent. En dat, ja, dat moet geaccepteerd worden, vind ik. Dat je gewoon niet hoeft te schamen wie je bent. En je moet gewoon zijn wie je bent. En daar heeft niemand iets op te zeggen, vind ik. Als je uit de kast wil komen, is het eigenlijk heel eng. En dat willen we eigenlijk. Het moet eigenlijk helemaal niet eng zijn. En op deze school zal het wel een stukje minder eng zijn dan op andere scholen. Want er zijn scholen die helemaal niet meedoen aan Paarse Vrijdag. En dat willen we eigenlijk wel. Want elke school zou een plek moeten kunnen zijn voor iedereen. En als je uit de kast wil komen, dan moet dat gewoon kunnen. En daar moet je niet gepest voor worden. Het COC Leiden, de LHBTI+ Belangenvereniging voor Leiden en Omstreken, sprak ook tijdens de lunchpauze. Het COC is blij met de inzet van de leerlingen. Het is heel fijn om te zien dat de GSA hier op het Vlietland College heel actief is om het een veilig schoolklimaat te maken voor iedereen. En nou, dat is natuurlijk wat wij als COC belangrijk vinden. Dat iedereen het gevoel heeft dat hij zichzelf mag zijn. Hoe die eruit ziet, wat voor oriëntatie die heeft, wat voor gender en hoe die zich wil kleden. Hè. Wethouder Paul Dirksen kwam de afgelopen 4 jaar tijdens Paarse Vrijdag langs op het Vlietland College. Omdat hij stopt als wethouder was dit de laatste keer en benoemde de school hem tot erelid. Maar ook in de toekomst verwacht de wethouder dat de gemeente blijft streven naar een stad waarin iedereen zich vrij voelt. Nou, we maken allereerst natuurlijk als gemeente beleid waarin we moeten zorgen dat, of het nou gaat om scholen of om organisaties, om ondernemingen, wij zelf als werkgever, als gemeente, we moeten zorgen dat de randvoorwaarden er zijn dat iedereen kan zijn wie die wil zijn. En dat betekent dat we subsidies verlenen op dat vlak, dat we voorlichting geven, dat we het zelf belangrijk maken door bij dit soort Paarse Vrijdagen te zijn. En op die manier ook die acceptatie in de samenleving weer verder te brengen. Want dat werk is nog niet af, daar is nog werk te doen, dat zien we elke dag. In totaal deden ongeveer 1500 scholen in heel Nederland mee aan de actie. Ook in de toekomst verwacht het Vlietland College Paarse Vrijdag groots te vieren. Hey,